Breda Nu. Wat mij nou opvalt, hè, dat wij waren toen nog regionaal was, ging het erg best goed in West-Brabant en Midden-Brabant. En nu lijken we de strengste regio te worden. Is dat nou een beeld wat ik heb? Of, ik denk dat het een beeld is. Ja? Want wij zijn gewoon nog steeds een regio die, laat ik zeggen, als je naar het totaal plaatje kijkt, we qua besmettingen niet meer bovenaan staan. Dat was natuurlijk lange tijd wel het geval. Ook in begin augustus was dat nog het geval. Toen hebben we hier ook al met de horeca ook maatregelen genomen. Maar het kabinet heeft besloten om te zeggen, we gaan alle maatregelen in heel Nederland op hetzelfde moment invoeren. En daarmee zou je kunnen zeggen, zijn wij nu een regio waar regels gelden zoals die in alle regio's gelden in Nederland. Niet strenger, maar ook niet minder streng dan andere delen van Nederland. Maar, want we hebben het over veiligheidsregio's. Huh? Ja, we zijn in alle dingen nu opgedeeld in Nederland, maar wij zijn veiligheidsregio midden West-Brabant. Ja, klopt. Komen daar aanvullende maatregelen vanaf maandag of juist niet? De regels die gelden al. Maandag komen er geen andere regels of nieuwe regels bij. Ja, tenzij het kabinet weer besluit voor nieuwe regels. En dan zal natuurlijk weer worden gekeken waar is dan daar het hardste nodig. Maar vanuit de veiligheidsregio komen geen nieuwe regels. Het enige wat je merkt is dat het kabinet had gehoopt met duidelijke regels, in principe 30 mensen binnen, dat daarmee duidelijkheid ontstond. Die duidelijkheid is er ook voor een groot gedeelte. Duidelijkheid die niet prettig is, omdat voor heel veel zaken, bijvoorbeeld in de horeca, maar ook veel andere plekken, de bioscopen, et cetera, het is 30 personen per zaal wat je binnen mag krijgen. Je mag geen bijeenkomsten meer organiseren, dus geen grote verjaardagspartijen, et cetera, meer organiseren. Dat is allemaal wel duidelijk. Niet fijn, maar wel duidelijk. Het enige punt waar discussie nog over is ontstaan is, bouwen gebouwen met een groot regionaal belang, die kunnen ontheffing krijgen voor die 30 personen. En dat betekent dus bijvoorbeeld, als je zegt een gebouw is van grote regionale betekenis, of de activiteit die er plaatsvindt is van grote regionale betekenis, en dat zit dan met name in de cultuurhoek, mag je dan daarvoor een ontheffing verlenen. En daar gaat de discussie over. En wij hebben hier als veiligheidsregio gezegd, nou ja, oké, dat is goed, wij gaan een ontheffing verlenen, maar wel onder voorwaarde dat een gebouw dan eigenlijk van tevoren 600 zitplaatsen had. Want dat betekent namelijk dat je een omvang hebt waardoor je kunt zeggen, ja, dat is een gebouw wat van regionale grote betekenis is. Zit hem in die grootte van die zalen? In die grootte van die zalen. Dat soort gebouwen mogen dan iets meer dan 30 mensen per zaal hebben. Moeten overigens nog wel steeds aan alle richtlijnen voldoen waar ze van tevoren ook aan moesten voldoen. Ja, dus het idee dat die hele theaterzaal wel volkomt, ja, dat is natuurlijk niet het geval. Het is binnen de RIVM-richtlijnen 1,5 meter afstand. Zorg dat je op een gegeven moment goed geplaceerd bent, zoals dat netjes heet. Hè? Dus dat je op een vaste plek zit. Dat zijn de zaken die en mondkapjes. Ja, volgens mij, mondkapjes is ook weer de discussie. Dat kan weer maandag in het. Hè? Want mondkapjes is op dit moment vooral een dringend advies om in publieke ruimtes te dragen. En bij scholen is het ook een dringend advies, waarbij sommige scholen ook in Breda hebben gezegd, wij gaan het vanaf aanstaande maandag eigenlijk opleggen. Maar dat is een keuze die schoolbesturen zelf hebben gemaakt daarbij. En volgens mij, waar het gaat over die mondkapjesadvies, mondkapjesdiscussie, is bijvoorbeeld ook in de horeca geldt, als je in beweging bent, dan moet je mondkapje op hebben. Of althans wordt geadviseerd. Als je natuurlijk zit, is dat niet nodig. Maar dus, het is, want daar was inderdaad een duidelijkheid, is het nou 30 personen per gebouw? Maar het is per zaal. Ja, dat moet je wel weer heel erg goed bedenken over welke functie je hebt. Kijk, in een bioscoop is het 30 personen per zaal, omdat je dan ook de activiteit per zaal hebt. Je kunt mensen ook per zaal
nadrukkelijk van elkaar scheiden. En sportclub? Die hebben ook zalen waar lessen zijn. Nee, maar sportclubs, even daar waar je activiteiten hebt, bijvoorbeeld in de sport, is de discussie, hou je aan de RIVM-richtlijnen. Er zijn geen aparte of nieuwe besluiten rond sportclubs genomen, althans niet voor de sporters zelf. Dus daar is uiteindelijk ook niks veranderd. Alleen enige voor het publiek? Ja, maar dat is iets anders. Ja, want wat is daar anders aan? Nou ja, kijk, sporten mag je gewoon in alle omstandigheden doen. Hou wel rekening met de RIVM-adviezen die daarbij worden gegeven. Je kunt ook gewoon nog stellers gewoon naar de kleedkamer en bij de sportclub omkleden en douchen en dergelijke. Er mag alleen geen publiek bij en de sportkantines moeten dicht zijn. Maar sporten als zodanig, wat in het voorjaar ook verboden was, ja, dat is op dit moment niet verboden. Want wat is het uitgangspunt van Breda? Inderdaad, sporten, cultuur, dat zijn toch ook wel dingen die ons helpen om het weer een beetje... Ja. Het ministerie of vanuit het kabinet zegt ze ook sporten, dan houden we het een beetje vol. Ja. En cultuur, muziek, luisteren, bioscoop. Is dat ook het uitgangspunt van hier? Van nou, het is het uitgangspunt van heel Nederland. Dus okay. Volgens mij is het daar even... Daar sta je ook achter. Ja, natuurlijk. Want ja, even, op dit moment worden er eigenlijk geen besluiten meer genomen in Breda of in de veiligheidsregio. Nee, het zijn allemaal landelijke besluiten die worden genomen, die wij moeten uitvoeren en op een sommige moment natuurlijk ook een ontheffing of een specifieke... Want dat bepalen jullie. Ja, maar het is heel beperkt. Ja, maar ontheffing is de regel en een ontheffing is een uitzondering. En de uitzondering, en dat zie je in sommige discussies, ja, de uitzondering, als je een ontheffing mag doen, doe allemaal maar. Nee, want dan is het namelijk de basisuitgangspunt, is de regel. En waarom doen we dit allemaal? Waarom wordt het allemaal verplicht? Om het aantal sociale contacten wat mensen hebben, eigenlijk dat te beperken. Omdat die sociale contacten toch uiteindelijk leiden tot verspreiding van het virus. En dan zie je natuurlijk de aantallen stevig oplopen. Want er zitten nu op 3200 besmettingen per dag. Nou, eigenlijk gaat er maar vanuit dat de komende week dat op zal lopen naar 5000. Omdat je natuurlijk ziet dat de effecten van de maatregelen die we vanaf vandaag of vanaf gisteren hebben genomen... Ja, dat is die incubatietijd. Die en dus moet je er ook van uitgaan. En dan moet je ook niet, daardoor ook niet in paniek raken als we de komende dagen nog een aantal besmettingen zien toenemen. Dus iedereen die zegt, ja, maar het moet nu wel heel snel stoppen, want anders moeten we nog extra maatregelen nemen. Nee, we weten allemaal met elkaar dat we de komende week, de komende dagen, in het begin nog zullen zien, nog een stijging van het aantal besmettingen zullen zien. Ook in de stad Breda. Ook in de regio West- en Midden-Brabant, ook in andere delen van Nederland, omdat het effect van de maatregelen die we nu nemen niet vandaag of morgen zichtbaar zijn. Want de mensen die vandaag en morgen ziek worden, zijn vaak in het verleden al besmet. Maar in hoeverre is er dan ruimte om maatwerk te doen? Beperkt. Beperkt. Ja, want kijk, daar zit bijvoorbeeld ook... de horeca, die zegt nu ook, we hebben alles geregeld, alles gedaan. Hoe ver kan je nog maatwerk? Een foodhall? Bijvoorbeeld, hoe zit dat? Ja, maar even iedereen vindt het heel erg belangrijk dat er wordt gehouden aan de coronaregels. Alleen als het gaat over de eigen beperking die dat oplegt, weet iedereen altijd aan te geven waarom het daar toch dan echt daadwerkelijk weer een uitzondering voor moet worden gemaakt. Ja, het aantal uitzonderingen is gewoon heel beperkt. En dat heel vervelend is, ja, zelf natuurlijk bij NAC. Het is gewoon ontzettend jammer, NAC had het prima voor elkaar. Trots op de manier waarop supporters en de club het deden. En toch door de toename van het aantal besmettingen mag je aanstaand weekend ook weer niet naar het stadion toe. Nee. Maar vanavond niet naar het stadion toe. Dat is natuurlijk heel erg spijtig. Is dat nou afstraffen van NAC of afstraffen van die supporters? Nee, maar het is het offer wat je vraagt. Niet omdat het leuk is, niet omdat het fijn is. Maar het offer wat je moet vragen om ervoor te zorgen dat het aantal contacten wat mensen hebben... wat beperkt wordt, want door het beperken van het aantal contacten is de kans van het overdragen van het virus wordt iets minder groot. Maar het is misschien ook het gevoel, volgens mij heb je mensen die heel nostalgisch terugkijken. Vroeger was het allemaal, vroeger is dan eigenlijk een half jaar geleden. En je hebt mensen die willen juist vooruitkijken. Maar beide, je kan niet vooruitkijken, want je weet niet wanneer je weer kan bouwen aan een toekomst, want je hebt geen idee wanneer die komt. Nou, je moet zorgen dat je, en dat is datgene wat we als gemeente Breda ook heel erg sterk zeggen, je moet ervan uitgaan dat je weerbaar en wendbaar moet zijn. Even, je moet dus ervoor zorgen dat je
weerbaar bent, dus dat je krachtig bent. Ik bedoel, even als je naar jezelf kijkt, zorg ervoor dat je, laat ik zeggen, werkt aan je conditie, et cetera, omdat je dan weerbaarder bent, dat je sterker bent en dat je wellicht ook minder vatbaar bent voor ziekte, et cetera, want dat maakt je kwetsbaar. En tegelijkertijd moet je ook wendbaar zijn. Je moet op een gegeven moment beseffen dat de plannen die je nu maakt altijd, laat ik zeggen, aangepast moeten kunnen worden. Omdat de wereld om je heen snel aanpassingen vereist of oplegt. Maar ook zelfs mensen die flexibel zijn, die hebben ook wel eens dipjes. Dat je denkt, wat nou? Maar het is ook geen, laat het helder zijn, het is voor niemand leuk. Kijk, het is niet leuk voor de horecaondernemers die zo hun best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat mensen op een veilige manier, veel horecaondernemers waren dat, niet iedereen, maar veel horecaondernemers hebben dat gedaan, 30 afstand houden, zorgen dat het allemaal goed georganiseerd was. En nu moet je en eerder dicht, 10 uur, en mag je nog maar 30 mensen binnen hebben, nog maar 40 mensen op het terras hadden. Wij hadden toch zelf ook het idee, zorg ervoor dat je meer terrasruimte hebt, want dan kunnen meer mensen naar het terras en dan kunnen de ondernemers daar natuurlijk doorheen komen. Ja, en ik hoor ook mensen die nu ontbijten beginnen. We gaan gewoon vroeger. Zo zie je dus dat op een gegeven moment welke ondernemers. En dan zie je dus ondernemers die nadenken over, zoals we in het begin ook van de crisis hebben gezien. Bijvoorbeeld de restaurants die ineens de maaltijdservice thuis gingen doen. Wat ik toen ook op een gegeven moment zei, sommige van die dingen, waarom heb je die niet gehouden? Ja, sommige dingen waar mensen zeiden, is bijna niet te combineren. Maar het feit dat je beseft, we hebben ook bijvoorbeeld even dan toch weer terug naar het voetbal. We hebben vanaf het begin af aan gezegd, ook tegen de KNVB, zorg ervoor dat je een flexibel programma kunt realiseren. Want één ding weet je zeker, dat virus is niet weg en dat virus stelt ons voor verrassingen en maakt die competitie heel erg wispelturig. Ja. En dat geldt eigenlijk voor heel veel zaken. Zorg ervoor dat je beseft dat zekerheden er eigenlijk minder bestaan. En dat betekent dat je dus eigenlijk in staat. Behalve dat de bal altijd rolt. Nee, dus zelfs dat was niet het geval. Was dat ook geen zekerheid meer? Nee, dat is, afgelopen jaar heb je gezien dat zelfs geen zekerheid was. Nee, dat is waar. Dus de strijd tegen het virus won het van de strijd tegen de schaal. En als je dat een paar jaar geleden had gezegd, dat er ooit een Nederlandse competitie zou worden afgebroken, had iedereen gezegd. En hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk ook even wat nu al de besluit is genomen. En daar heb ik heel veel respect ook voor, van zo'n carnavalsvereniging uit Prinsenbeek, de Boemerdonk. Die zegt, onder de huidige omstandigheden kunnen we gewoon geen optocht organiseren. En dat met pijn in het hart. We hebben gekeken naar andere alternatieven. Kan dat niet? Ja, dat is natuurlijk heel erg vervelend. Had je dat een paar jaar geleden gedacht? Ja, nee, nooit. Maar wat kunnen dan mensen in Breda, dus die flexibele ondernemer, kan die terecht hier? Is er een loket nu voor meedenken met mensen die willen bouwen aan een toekomst? Kunnen ze bij de gemeente, gemeentelijke organisatie terecht? Nou, maar volgens mij is het de vraag of de gemeentelijke organisatie die voor die flexibiliteit gaat zorgen. Nee, maar jullie hebben toch deskundigen op het gebied van ondernemen en economie en zo die mee kunnen denken? Natuurlijk moet je op een gegeven moment altijd in gesprek zijn. En je bent ook in gesprek. Afgelopen week hebben we bijvoorbeeld alweer de gesprekken gevoerd met de detailhandel, met de horeca. Allemaal gaan kijken natuurlijk wat kan. Maar het ondernemerschap zit natuurlijk, en dat is ook hartstikke goed, zit natuurlijk vooral ook in datgene wat er echt door ondernemers naar voren. Wat je van ons mag vragen is, als er plannen komen, denk na over wat kan wel en ben ook duidelijk wat kan niet. Dus jullie zijn de stoplichten dan? Ja, want volgens mij zou het bijzonder zijn. Kijk, want uiteindelijk moet een ondernemer bedenken, en of het nu een culturele ondernemer is of een ondernemer in de horeca of een ondernemer die gewoon een bedrijf heeft in de binnenstad, een detailhandel, et cetera. Uiteindelijk zijn dat de mensen die uiteindelijk het uiteindelijk ook moeten bedenken en moeten uitvoeren. Toen we begonnen dachten mensen, na 3 weken zijn we klaar. Het besef is wel dat het langer duurt, maar nog een hele zomer hierna? Nee, die kans is wel vrij groot. Het zal ons leven in 2021 nog voor een groot gedeelte wel mee gaan bepalen. Oké. Dat was eigenlijk wel mijn laatste vraag inderdaad. Dus 20 oktober, daar werken we nu naartoe. Wat is je inschatting hoe we er dan voor staan? Dan zullen nog steeds mensen besmet raken en het is nog steeds een kwetsbare tijd. En dus zul je er op een gegeven moment moeten gaan denken van, een aantal regels zal wellicht worden aangepast weer. Hopelijk ook kunnen regels weer worden verzacht.
Maar de gedachte dat we dan de Kamer corona kunnen sluiten en we terug kunnen gaan naar het leven van voor maart 2020, dat lijkt me echt een illusie. Nee, dat zal niet op 20 oktober zijn, maar gaan we richting een volledige lockdown? Of, Het hangt er vanaf wat we met elkaar doen en of we bereid zijn, ik zeg maar even zoals de Duitsers het zeggen, iets minder te lullen en iets meer gewoon even alles aan de regels houden. Oké, dankjewel. Breda Nu.